Dat is mijn buurvrouw op oudejaarsavond. Fout. Dat was het balken van een ezel. Hoe is mogelijk? Ach, wat zonde nou. Mijn buurvrouw maakt hetzelfde geluid. Zo makkelijk. Mijn buurvrouw doet het met de schouwenbladen. Hè? Oh ja, oh, vertel ja. Eens. Ja, die doet het met de schouwenbladen. Vroeger heeft ze een tijdje op de kermis gewerkt. En dan scheurden ze die schouwenbladen tegen elkaar aan. En dan kreeg je dat geluid. En deze tjalkpoeier tussen. En dan ging het stuiven in die tent. Hè. Die hele kermis was wit van stof. Hè. Ja. En nou doet ze nog wel eens met oudejaarsavond. Ze is nou wat ouder. Dan doet ze voor de kinderen doet ze het ook. En dan doet ze een oliebol tussen die schouwenbladen. En dan perst ze de krenten eruit. Met die schouwen. Die gaan met een enorme snelheid door de kamer heen. Die gaan zo'n eind de muur in die krenten. Zo'n betonnen muur hoor. Zo'n eind gaan ze.